jaar tijdens een van de persconferenties hier voorafgaand aan de E3 werden Roel en ik, ja, allebei werden we volledig weggeblazen. En dat was door één game en dat was de game van Ubisoft, Watch Dogs, achter ons. En ja, dit jaar is de game natuurlijk weer aanwezig op de beurs. En ja, we hebben de singleplayer en multiplayer gezien. Nou, laten we beginnen bij de singleplayer. Ja, we zagen Aiden Pierce, die moest binnendringen bij een C2S, hup, zoals dat heet. En, die in een achterstandswijk? Ja, die zit er door de hele stad verspreid. En ja, die moet je eigenlijk binnendringen en daar het apparaat als het ware, nou ja, het station hacken. Zodat jij toegang hebt tot, ja, tot alle mobiele telefoons, eigenlijk alle elektrische apparaten, zodat je die kan hacken. En dan gaat de camera's en verkeerslichten en al dat soort dingen. Ja, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open eigenlijk op die manier. Ja. Nou, dat is dus heel interessant. De manier waarop die compound alleen op, ja, de manier waarop die binnen kon komen. Want wat die gast vertelde in de demo's, dat ze per presentatie een andere manier doen. Je kan al hackend proberen, want sommige dingen zijn wel te hacken in veel gevallen. Nou, in dat geval was het lastig, dus ja, dan heb je zoiets van, nou, dan ga ik op een andere manier. Running kan. Je kan als een Rambo naar binnen rennen. Nou, daar speel je die game eigenlijk niet voor. Maar je kan ook nog stealth aanpakken. En dat is op zich een vrij geinig concept. Goed, eenmaal ingeschakeld, toen kwam er een heel interessant element naar voren. Kijk, de game die bevat dus een main story, bevat side missions. Maar wat ik heel bijzonder vond, is dat je op het moment dat je die hub geactiveerd hebt, dus de CTOS, ja, dan kan je hacken. Je kan dus inbreken of gebruik maken van het facial recognition systeem van de Chicago Police Department. En dan kan je gewoon met de telefoon kan je mensen scannen. Dus bij wijze van spreken, ik loop op straat met jou en ik scan jou. En dan, ja, dan zie ik van, oh shit, dat is Roel, die is gevaarlijk. Dan krijg je eigenlijk alle gegevens tot je beschikking. Een soort van, ja. Maar die mensen worden dus getracked, zoals de NSA dat doet, momenteel. En daar wordt dus op aan de hand van de informatie die de politie heeft, wordt er dus bepaald of ze een gevaar zijn, of ze in gevaar zijn, of wat hun emotionele status is. En dan heb jij ook weer de keuze om daarop te reageren, of niet? Ja, de grap is dus dat het helemaal niet sidemissers zijn. Nee, je loopt dus over straat, blablabla, scan, oh shit. In die demo was dus een meisje, kans op gevaar, onschuldig 21%. Nou, ene die loopt er zo'n beetje achteraan met zijn telefoon, weet je wel, en die meid loopt een steeg in. En er komt een gast om de hoek zetten, denk een boos vriendje of zo. En je ziet gewoon een onschuldigheidsmeter, CQ-gevaarsmeter, zie je woop, naar de 80%, de 90% uitschieten. Mm. Wat gebeurt er vervolgens? Die gast die pakt er bij de strot, duwt er tegen de muur, staat er gewoon te wurgelen. Dan komt Eden, die zat er te kijken en denkt van, nou laat ik nou maar even wat gaan doen. En die rent erop af. Het is vrij dynamisch dus eigenlijk. Het is ontzettend dynamisch. Want ja, goed, die gast die ziet dus die Eden aankomen en die rent er als een gek vandoor. Eden erachteraan, achtervolgt. Nou goed, verderop in de stad is er wat meer bij te bereiken en heeft hij meer mogelijkheden. Boom, paaltjes in de weg omhoog. Auto van die gast stoten los. Klaar is Kees. Gast uitschakelen. Alles was volledig dynamisch. Het levert niks extra op. Je hoeft het niet te doen. Je bent volledig vrij. Zit er ook veel variatie in? Want dat is wat ik me afvraag. Dat is natuurlijk bijvoorbeeld, Assassin's Creed was eigenlijk een gloednieuwe IP. Iedereen heel erg enthousiast. Maar toch kwam een beetje de herhaling snel erin zitten. Dus ik vraag me af hoe dat met Watch Dogs zit. Oh ja, misschien. Het kan ook zijn, kijk, dit was dan een voorbeeld van een boos vriendje of zo. Maar denk er bijvoorbeeld aan dat iemand. Dat die camera's zien dat iemand te hard rijdt. En dat er. Die rijdt continu erover, want die mist een verkeerslicht of zo. En die kijkt op en die ziet al van. Weet ik veel wat. En dat opeens de stoplichten eerder aangaan. Of dat, dat je die auto op afstand kan uitschakelen. Maar dat jij dat via de telefoon kan doen, want anders krijgt hij een auto-ongeluk. Ja. Dat soort dingen kan je wel verzinnen. Of ja, verzinnen, dat zal Ubisoft wel gedaan hebben. Maar dat soort dingen kunnen ze in de game zetten. En het is dynamisch, het wordt gewoon. Je kunt het doen, het hoeft niet, maakt geen moer uit. En dat is heel erg tof. Maar wat ook heel tof is, is dat die multiplayer best bijzonder te noemen valt. Nou, hoe komt dat dan? Want ja, is dat gewoon 1-op-1 of hoe zit dat? Het ging smoothless van singleplayer naar multiplayer. Kijk, hoe dat precies werkt is een beetje de vraag. Maar de grap is dus dat we Aiden, die loopt gewoon door de stad en ja, zijn telefoon hoort een beetje dat gekraak alsof je storing hebt. Ziet hacking in progress. Iemand anders is dus zijn telefoon aan het hacken. Nou goed, zoals je ook wel weet, je hebt natuurlijk door de stad al die camera's, alle mogelijkheden hangen om te tracken van hoe of wat. En dan kan je gewoon, door middel van die camera, kan je gewoon mensen gaan elimineren. Die camera die detecteert dus van, ja, zendt hij een signaal uit, ja of nee? Okay. En nee, die doet het niet. Kruisje. Die doet ook niet. Kruisje. Nee, die doet ook niet. Kruisje. Boom, gevonden. Gaat er vandoor. Een auto-achtervolging en dergelijke. Jij gaat er dus ook achteraan. Je gaat hem proberen te hacken. Hij doet precies hetzelfde als jou. Toen zegt die Ubisoft developer, die deed de gordijn omhoog. En wat blijkt dus, diegene die jou in de eerste instantie aan het hacken was, was gewoon een menselijke speler. Nou, dat is grappig. Dus je weet eigenlijk nooit wanneer eigenlijk gewoon een menselijke speler tegen jou
tegen jou werkt eigenlijk. Nee, ik zag wel, ja, toen die gast de camera wel hem gedetecteerd, toen maakte hij een beetje een rare beweging die eigenlijk een menselijke speler zou maken. Dus toen had ik al zoiets van, oké, dit is een beetje vreemd. Maar toen later was, dacht ik van, het was best wel verrast dat het ook gewoon echt een menselijke speler was. Kijk, natuurlijk zitten wel eens wat grafische bugs in of zo. Dus ik had aan de ene kant ik zoiets van, nou, misschien een bugje of zo, maar het bleek echt gewoon volledig menselijk te zijn. En wat die gast ook zei, op het moment dat jij normaal gedraagt in die wereld, dus loopt, rijdt, whatever, mensen zullen niet doorhebben dat jij een menselijke speler bent, tenzij je als een debiel door de stad gaat racen. Oké, maar dan heb je dus niet als skin, heb je dan niet Eden, maar dan ben je gewoon een totaal ander personage eigenlijk. Ja, goed, hoe dat precies gaat uitpakken is nog een beetje de vraag. Ik moet, ja, over de multiplayer en hoe dat geïntegreerd is met singleplayer, ja. Het is toch allemaal nog behoorlijk stil. Klinkt voor mij wel interessant. Ik ben nou wel benieuwd hoe het in elkaar zit. Het is gewoon heel erg tof en het werkt. En ja, goed, als laatste, ik moet toch nog een keertje zeggen, grafisch is het zo mooi. Ja, zoveel details. Ik ben zelf ook in Chicago geweest en de sfeer die komt heel erg overeind. Dus dat is, ja, het is gewoon gelijk bijna. En ja, we gaan gewoon een mooie tijd tegemoet. Zeker met Watch Dogs. Ubisoft heeft natuurlijk ook met de Assassin's Creed 4 Black Flag ook een hele grote titel voor de PlayStation 4. Maar ik denk dat deze voor mijzelf veel interessanter is. Vanwege het concept, het verhaal en de multiplayer wat je zegt, ben ik nu ook nog meer benieuwd naar. Dus het gaat een mooie titel worden. Ja, het is een heel nieuwe IP en voor het tweede jaar op rij ben ik weer behoorlijk onder de indruk. Dus Watch Dogs, ja, hij komt op current gen uit en next gen. Ik heb alleen maar de next gen versie gezien in de afgelopen twee jaar. Ja. Dus ik betwijfel hoe die current gen gaat worden. Zeggen, ga voor die gewoon. Nou ja, de next gen bedoel je? Ja, voor de next gen versie. Ja, nou dat ga ik in ieder geval doen. Jij ook? Ja, ik ook. Watch Dogs, moet je in de gaten houden. Toffe game.